تزايغن يا ابن عمر يا عبد الله ذا هذه غلي انفراغ سلا حفر القدر وضعيش بقوزة خروب ان كوفا وبين البصرة دي شيخة جد alles uit het niets is gekomen en dat er geen oorbestemming is. Qadr, er is geen oorbestemming. Er is geen qadr. Qadr bestaat niet. Toen zei Abdullah ibn Omar, als je deze mensen ontmoet, zeg dan dat ik niets met hun uitstaande heb. En hun hebben niets met mij uitstaande. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala zal niks, zal ook al als ze een berg goud uit weggeven, zo groot als de berg Uhud. Alles van daar zal niks van hun werken accepteren totdat ze in Qadr geloven. En toen kwam hij met de overlevering van Hadith Jibril, waarin hij islam en iman en ihsan uitlegt. En aan het einde van de iman zei hij: en de iman is te geloven in Allah en zijn profeten. En zijn boeken. En zijn zijn engelen. En zijn boeken. En zijn profeten. En in de laatste. En in het hiernamaals. En te geloven dat er een voorbestemming is voor het goede en het slechte. Deze mensen heet al-Qadariya. Diegene die al-Qadr ontkennen. En zeggen dat er geen qadr is. Dat niet voorbestemd is. Terwijl het duidelijke bewijzen zijn uit de Koran en de Sunnah. Eén van de studenten van de Joden ook. En dat heb ik ook uitgelegd in de derde Ibana. Dat is al-Jahm ibn Safwan. Al-Tirmidhi. Al-Jahm ibn Safwan al-Tirmidhi, die een nieuwe bid'a uitkomt. Een hele smerige bid'a. Want deze bid'a, die is gebaseerd op het ontkennen van alle eigenschappen en namen van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran dat hij sami'un alim is. Yani alles horen en alles zien. En zeggen, Allah die hoort niet en die ziet niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ar-Rahman ala al-Ashistawa. En de meest barmhartige is gezeteld op de machtige troon. Op een manier dat bij zijn koninklijke hoogheid en majesteit past. Hun zeggen, nee, Allah subhanahu wa ta'ala is niet gezeteld. Gezeteld niet. Enzovoort, enzovoort. Elke eigenschap die er in de Koran en in de Sunna staat. En elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala die in de Koran en de Sunna staat, die ontkennen ze. Samengaande met hun vriendjes en hun konuiten. Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Diegene die naast dat ze vriendjes van de Jahmiyyah zijn, ook vriendjes van de Khawarij zijn. Want de Khawarij die zeiden dat diegene die grote zonde pleegt, voor eeuwig en altijd in het helftje zal vertoeven. En Al-Mu'tazila die zeiden, hij is in deze wereld op een plaats tussen de twee plaatsen in, yani tussen iman en kufr in. En hij is in het hiernamaals voor eeuwig en altijd in het helftuur. En dus hebben ze, in het hiernamaals hebben ze, zijn ze eens gestemd met de Khawarij. Al-Mu'tazila, degene die alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen. Ze erkennen alleen de namen van Allah Jalla Jalala. De Mu'tazila, die vele van de authentieke hadith ontkennen, zoals de hadith
that Isa ibn Maryam, wir soll jeder Sünde, an het einde tijden, en de Dajjal zal vermoorden. En de hadith over de Dajjal, en de hadith over dat er jin bestaan en dat er iets heet wat een mes is, yani, wat ongeveer vertaald kan worden met een klap van de Satan enzovoort. De Mu'tazila, die zeggen dat de Koran geschapen is, dat de Koran van de schepping van Allah is. En niet het woord van Allah is. Yani in tegenstelde van Ahle Sunnah. De Mu'tazila, de dwalers. Hand in hand met hun vriendjes van de Asha'ira. Die daarna zijn gekomen. De Asha'ira, waarvan overigens in deze tijd het grootste gedeelte van de moslims, yani die zit op deze akide, de akide van de Asha'ira. Er is bijna geen land op deze wereld, yani van deze Muslimse landen, alleen dat ze yani, Allah aanbidden volgens de akide van de Asha'ira. Egypte, Sudan, Kuwait, Pakistan, noem maar op. Het grootste gedeelte van de moslims zijn allemaal Asha'ira. Hoe bedoel je precies Asha'ira? Asha'ira, dat is een verwijzing naar diegene die deze akida, die deze geloofsovertuiging heeft uitgevonden. En die heet Abu al-Hasan al-Ash'ari. Yani hij is gewoon van de Ash'ariyin. Yani hij is gewoon van de stam al-Ash'ariyin. Wat is hun innovatie? Waarom lijkt dat van? Hun innovatie is dat ze alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen. Ze erkennen de namen en ontkennen alle eigenschappen van Allah behalve zeven. Ze erkennen maar zeven van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ahle Sunnah, de manhaj van Ahle Sunnah, is te geloven in alle namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran opnoemt. En die de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam opnoemt in de authentieke Sunnah. Zonder deze namen te veranderen of te verdraaien. Of te zeggen hoe zijn deze namen of deze namen en eigenschappen te vergelijken met de schepping van Allah jalla jalala. Al-Ash'ari. En natuurlijk, in principe broeders kunnen we, yani, over elk van deze groepen een bandje maken. Of twee bandjes of drie bandjes. Want er zijn boeken over deze mensen geschreven. Kijk maar naar de fataal van Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, staat vol met deze. Kijk maar naar de boeken van Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. En de boeken van Ahmed ibn Hanbal. En de boeken van Ahle Sunnah. Die staan allemaal vol van over deze groepen. En daarom raden onze ulema ons aan om deze boeken te lezen. Lees het boek van Imam al-Khalal. Kitab al-Sunnah van Imam al-Khalal. Lees het boek van al-Sunnah van Imam al-Barbahari. En Kitab al-Sunnah van Imam Abdullah ibn Ahmed. En al-Sunnah van Imam Ahmed ibn Hanbal. En lees yani, Kitab al-Sunnah van Ibn Abi Asim. En lees Kitab al-Sharia. للإمام الآجري. أكيك إن بوفان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. أكيك إن كيف إن بوك التوحيد فالإمام ابن خزيمة. أكيك إن بوك فان أهل السنة. وان سان فيلس أهل فوضى الإبانة لابن بطة. أكيك إن كتاب الإيمان فالإمام مسلم. أكيك نار Kitab al-Tawhid in het einde van het boek van Imam al-Bukhari. Enzovoort, enzovoort. De boeken van Ahle Sunnah. Waarin Ahle Sunnah duidelijk maken wat de Sunnah is. En wat de juiste akida is. En wat de juiste manhaj is. Die zijn veel, alhamdulillah. En daarna komt er een andere groep. Die, zoals wordt overleverd, eerst yani, zich echt toelegde op de aanbidding. Enzovoort, enzovoort. Maar de mensen die daarna zijn gekomen, zijn hier in gaan overdrijven.
En zijn zichzelf bijvoorbeeld gaan afzonderen op de bergen enzovoort enzovoort. En toen zijn ze nog meer gaan overdrijven. En hebben ze, yani, die akida van die Mu'tazila ook overgenomen. En hebben ze dat gemist met yani, akida van Jaham enzovoort enzovoort. En ze zijn steeds verder gegaan en verder en verder en verder en verder. Deze mensen die heten de Soefis. Soefisme. Zoals jullie weten, is Abdullah van Bommel, die we daar in Nederland hebben, met zo'n kornaten, van Muslim Informatiecentrum en anderen, zijn dat hele grote Soefis. En dat zeggen ze ook zelf. Als je zegt, zijn jullie Soefis? Ja, wij zijn hele grote Soefis. Want dat is bij hun in, net als Al-Asha'ira. Als je tegen iemand zegt, ben je Al-Asha'ri? Dan pronkt hij ermee, zegt, ja, ik ben Al-Asha'ri. Dat vindt hij, daar pronkt hij mee. En net als jij pronkt, met dat je zelf hier bent, pronkt hij, dat hij Al-Asha'ri is. Hij schaamt zich ook niet dat hij Al-Asha'ri is. Hij schaamt zich niet yani, dat hij yani, de eigenschappen van Allah ongedaan maakt. Alhamdulillah, die imam van de Asha'ira, Abu Hassan al-Asha'ri, die heeft aan het eind van zijn leven, alhamdulillah, tauba gemaakt. En heeft al-Aqida al-Asha'ira gelaten. En zo ook imam al-Razi en al-Ghazali, niet die pas is overleden, maar die oude. Wie? Imam al-Ghazali al-Razi en... Al-Juwayni, imam al-Juwayni. Die allemaal hebben al-Aqida al-Asha'ira van al-Asha'ira hebben ze gelaten. En zijn aan het einde van hun leven, alhamdulillah, zijn ze teruggekomen naar manhaj al-Sunnah al-Jama'ah. Omdat de mensen van, zoals we hun noemen, ahl al-kalam, yani die mensen die alleen maar aan het spreken zijn, zonder bewijzen aan te halen vanuit de Koran en Sunnah, je vindt ze altijd yani, in twijfel. Ze weten nooit zeker yani, waar ze op leven, of waarmee ze Allah subhanahu wa ta'ala yani, aanbidden. Ze zijn altijd in grote twijfel. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons verder halen bij twijfels. En mogen hij ons yani, zekerheid geven. En verder wegwijzen bij de twijfel. Het einde van deze akide van het soefisme. En dat is waar elke soefie uiteindelijk heen wil. En dat is een grote soefie worden. Zoals hun imam. En hun imam die heet Ibn Arabi. Dat is zo'n beetje de grootste imam. Naast Ibn Sab'een. En Ibn Farouk. Enzovoort enzovoort. De grootste imam bij hun. Ibn Arabi, een van zijn uitspraken om te weten hoe deze mensen dwalen. En zoals de ulema zeggen, dat deze groepen soefisten, dat ze meer koefer hebben en erger koefaar zijn als de joden en de christenen. En ja, mensen die zeggen, hoe kunnen jullie nou zeggen dat Ahl al-Bida erger als de joden en de christenen zijn? Nou, dat kan ik je nu zeggen. De joden en de christenen, die zeggen dat Allah is samengegaan met Jezus, of is samengegaan met Maria, ja niet met één of twee verschillende mensen. Terwijl deze mensen, deze soefies, die zeggen dat Allah overal is. En dat zeggen ook al-Asha'ira, en ook al-Mu'tazila en anderen. Alles wat je ziet, en ook al-Jahmiyya, alles wat je ziet, is Allah. Alles wat je ziet, is Allah. Alles, dat heet wahdat al-wujud. Of al-hulul. En alles is in overal, is in alles. En daarom zegt deze Ibn Arabi, die overigens yani, vermoord is, omdat hij dit soort uitspraken had. Alhamdulillah. Die zei, wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna وما الرب إلا راهب في كنيسة في كنيسة وما الرب إلا راهب في كنيسة. Hij zegt de hond en het varken zijn niks anders als onze God. En de Heer is niks anders als een priester of een pater in de kerk. En dat is dus de grootste koep. Grootste ongeloof. Hij zegt, als je hem ziet, yani Allah, zie je mij.
انا عشان ما عايز دي اهم.